overlangs, zo. Je doet net alsof je een schaar geeft en je haalt hem terug. Oké. Okay. Het ziet er wel te doen uit of zo. Hi en leuk dat je kijkt naar Nu Doet Het Voetballen. De gast van deze week staat bekend om zijn grote glimlach en positiviteit. Naast deze twee mooie dingen is hij ook een hele goede voetballer en dat doet hij bij deze club Roda JC. De gast van deze week is niemand minder dan Nathan Rutjes. En ik hoop dat hij me vandaag wat kan gaan leren. Laten we snel gaan kijken waar die is. We staan hier in een leeg Roda JC stadion. Ik moet zeggen dat ik heel blij ben dat hij leeg is, want ik weet niet of ik het aan zou kunnen vol. Maar hoe is het voor jou als je die trap opkomt en het zit helemaal vol? Nou ja, nu vind ik het echt fantastisch. In het begin was het natuurlijk ook best wel een beetje spannend. Ja. Natuurlijk heb je een beetje wedstrijdspanning. Ik moet zeggen dat ik er juist heel erg naartoe leef. Mm-hmm. Dus ja, dat is een voordeel. Hey, ben jij ook wel eens chagrijnig? Ja, zeker. Ja. Ja. En dat verbaast mensen natuurlijk. Maar ik ben gewoon soms net een mens, Nino. Ja. Ik ben vaker vrolijker dan dat ik chagrijnig ben. Ik heb wel een ochtendhumeurtje. En ik ben ook wel eens teleurgesteld. Ik ben ook wel eens boos. Maar niet zo heel vaak. Maar vind je dat dan niet moeilijk? Want je hebt heel positief. Iedereen die vindt je ook positief. Dat imago heb je ook gekregen, hè? Ja. Ja, ja. Maar vind je dat soms niet moeilijk? Want ik begrijp, soms ben je ook wel eens boos. Of denk je, of word je gek van iemand. Of denk je, ik heb even geen zin. Nee, ja, het klinkt misschien heel apart, maar ik heb er helemaal scheid aan. Ja. Luister, als ik nu boos zou moeten worden, dan word ik dat gewoon. Ja. En als ik teleurstel, ja, en dan zien mensen dat. Ja, zo ben ik nou eenmaal. Alleen ja, heel vaak ben ik vrolijk. Ja. En je komt uit Rotterdam. Ja. Hoe was het om vanuit Rotterdam hier naartoe te komen? Ja, dat was heel apart. Maar dat is ook wel weer een heel mooi verhaal. Want ik was nog nooit uit Rotterdam geweest. Nino, ik wist helemaal de rest van Nederland. Ik heb gelezen dat je, als je vrienden vroegen dat je, of jullie op vakantie wouden, dat je altijd zei, we blijven in de straat. Blijven lekker in Rotterdam. Daar waren al mijn vrienden, we waren altijd aan het straatvoetballen, we deden allemaal leuke dingen, dus ik hoefde niet per se weg. Nee. Maar ik woon nu bijvoorbeeld in Kerkrade, Blijheide, daar heb ik expres voor gekozen, omdat het een volksbuurtje is. Dus heel veel mensen zeiden tegen mij toen ik hier in Kerkrade ging wonen van, niet in die buurt. Nee. En waar ging ik wonen, Nino? In die buurt. En je hebt natuurlijk best wel... ook naast je voetbal een tv-carrière, om het zo even te noemen, toch? Ging dat bewust of is dat ontstaan? Nee, helemaal, het is echt ontstaan. Het is echt laatste jaar is er echt ontzettend veel gebeurd, ja. Ja, zelf ben ik daar helemaal niet bewust van. Want ik kom soms wel eens thuis bij mijn vriendin. En dan zegt ze van, heb je een interview gegeven? Ik zeg, ja, maar was niks bijzonders. Nee. En dan ontploft het. Ontploft het, ja. Dus ja, voor mij is het gewoon een natuur. Even voor een wedstrijd, hè. Je wordt wakker, de dag van de wedstrijd. Heb jij een soort ritueel wat je altijd doet? Ja, ik laat het heel erg over me heen komen. Eén ding wat er wel vastigheid is, zeg maar. Ik heb natuurlijk dat zoontje van 5 jaar, is vroeg wakker. Ja. En mijn vriendin laat me altijd uitslapen. dus dat is dan wel het voordeel. Dus ik ben er niet om 8 uur uit. Nee, okay. Want normaal gesproken, als ik natuurlijk vrij ben, dan komt hij het bed op, weet je. En dan is het gelijk stoeien. Ja. Maar op een wedstrijddag laat hij me lekker uitslapen. Nou Nino, bedankt voor het stellen van je leuke vragen. Maar je bent hier natuurlijk gekomen om een truc te leren. Ja. Dus ik zou zeggen, laten we daar beginnen. Oké, dan moet jij de bal gegeven volgens mij. Oké, dat is goed. Nou, laten we beginnen bij stap 1, want we doen het in stapjes. Nou, ik doe de makkelijkste versie, dat is overlangs. Zo. Je doet net alsof je een schaar geeft en je haalt hem terug. Oké. Het ziet er wel te doen uit of zo. Ja, toch? Ik doe hem nog één keer zo. Dus voorlangs, zeg maar. Zo. Je doet net alsof je hem hakt, maar je haalt hem terug. Ja. Ben ik hem al vergeten? Ja, dat maakt helemaal niet uit. We hebben alle tijd. We gaan stap voor stap. Dus je stopt met je rechter voor je linker. En dan maak je dat sprongetje. Tik. Juist. Gun jezelf nog een stap. Oké. Okay. Zie je, die voeten van mij is gewoon spaghetti. Ja. Als je zo start, dan dus je linkerbeen voor en je rechter achter. Dan sta je al in die positie. Dan tik je hem achter je been en dan doe je hem. Dat is makkelijker denk ik. Ja, dat is nog makkelijker. Juist. En dan die. Ja. Nino, klasse. Tik, tik, tik. Perfect. Toch? Dat is dit is gewoon perfect. Voetgolven. Hey, weet je wat leuk is? Mijn opa, Vaas Wilkes, zeg maar, mijn vader heeft nu
die doet nu Faas Wilkes voetgolf. Oh, echt waar? Dus ik dat wist ik niet. Nee, dus je bent nog goed ook? Nee, ik heb het één keer gedaan en okay. Ik bakte er niks van. Nou, we hebben natuurlijk een hele, we hebben natuurlijk een stadion tot onze beschikking. Ja. Dus ik heb verzonnen dat we 5 holes gaan spelen met een reach van maximaal 5. Dus je kan niet slechter dan 5. Okay. En ik pak maar even mijn bal erbij. Ja. En dan gaan we naar hole 1. Oké. Okay. Ja, toch? Ja, is goed. Ja, oké. Okay. Oké, Nino, nou. Jij bent de gast, dus jij mag beginnen. Okay. De eerste hole is vanaf de middenstip. Ja. Moet die stil komen te leggen in het vakje van de corner. En we schieten omste beurt. Nino, succes. Oké, ik moet gewoon schieten, hè? En de eerste tip, goed doortrappen, hè? Goed doortrappen als je maar richting de hoek gaat. Oké, is goed. Nou, dan gaan we. Dat is gewoon een hole in one, dit. Nou, dat is zeker niet verkeerd. Nou, Nino! Oh! We gaan putten. Ja, mag, ik ben weer, hè? Het gevoel komt nu. Oké. Ja? Ja, daar gaan we. Oeh! Nou, dat is wel dichtbij. Je staat op 2, hè? Op 2. 2. Ik kan nog, hè? Ja. Ik heb zo'n gevoel dat dit een gelijk spelletje wordt. Oh, nee! Oh, dat is zo jammer. Ja. Ja. En nu staat het 1-0 voor jou. Nu 1-0 voor mij, ja. Oké, cool. Oké, volgende. Ronde 2. Wij gaan vanaf hier, Nino, omdat we allebei rechts zijn, gaan we de bal proberen in de goal te draaien. Oh, dat heb ik gedaan met Toussani. Ja? Ja. En hoe ging dat? Niet goed. Dus jij hebt eigenlijk een voorsprong op mij. Ja, dat wel. Oef. Maar hij zit er wel in, hè? Hey Nino, je ziet dat hij draait, dus neem mij als richtpunt. Oké. Mooi. Meer naar mij trappen, Nino. Nee, dat was niet de binnenkant van je voet. De curve. Laatste kans, hè? De laatste. Ja. Oh! Hij draait het. Het kan nog gelijk worden als, als het mij niet lukt. Ja, ben ik klaar voor. Oh, daar gaan we. Oh! Ja, dat scheelde niet veel. Je zit nog in de wedstrijd, hè? Ja, ik zit er helemaal in. Ik denk, nou, dit schot eruit, maar goed. Ja, eerlijk is eerlijk. Het scheelde niet veel, hè? Ik had niet anders van je verwacht. Nee. Goed gedaan. 2. Nog 1. Oké, nog 1. Oké, nog 1 hol. Dan ga ik het ietsje aanpassen. Uh-huh. Laten we afspreken dat als je deze wint, win je hem. Okay. Want we gaan nu echt een grote hol doen. Ja. We laten ook de 5 kansen schieten. Uh-huh. Je mag er zoveel over doen als je wilt. We starten hier op de 5 meterlijn. Ja. En we eindigen, jawel, in onze kleedkamer. En laten we afspreken, doen we één tussenstation. Als je daar de straat haalt, zeg maar, bij de deur, dan mag je hem ook door de deur spelen. Oké, dus die nemen we wel mee, dus hoeveel minuten. Oké, en dan eindig in de kleedkamer. Oké, cool. Jij mag beginnen, succes. Ja. Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor, zeker. De kleedkamer in. Ik heb het wel koud, dus het wordt tijd om de kleedkamer heel snel in te gaan. Het badje loopt al. Ja, oké. Ja. Dan ga ik, hè. Oh, je maakt het jezelf niet makkelijk. Nee. Er is geen uitgang daar, dus je moet weer echt terug die kant op. Ja. Hij gaat afremmen. Yes! Ja, jij ligt wel lekkerder. Ik heb heel goed vertrouwen in. Het staat 1-1. Is dat toch 1-1? Wat staat het nou? Nee, het staat 2-0. Ik heb er een hart over in, jongens. Weet je wat het is? Hij ligt er heel lekker voor. Je target is nu het Roda logo, want dan legt hij voor de deur en dan kun je hem zo naar binnen schieten. Kijk, gaat die tas me helpen? Nee, die tas gaat me niet helpen. Eventjes een tussenstandje, Nino. Jij hebt er volgens mij nu 1-2 geschoten. Dit wordt mijn tweede, ja. Straat is aardig genoeg, maar ik probeer wat meters te winnen om gelijk door die deur te schieten. Ja! Zo, jij schiet wel heel hard. Je gaat bijna door het glas heen als ik wil wat meters winnen. Ja, ik weet natuurlijk niet waar de kleedkamer is, dus ik... Oh, je moet daar naartoe. Hij doet het. Kijk, ik lig eigenlijk in feite
Ja, maar dit telt. We hebben gezegd, de straat is goed. Dus dan mag je hem in de opening leggen. Ik leg nu heel lastig, Nino. Dat heb je goed gedaan. Netjes, hè? Nou, op zich ben ik niet ontevreden. En we moeten in het bad eindigen, hè? Oh, we eindigen in het bad. Oké. Okay. Het is in het einde van de kleedkamer. Maar zien mensen dat de kleedkamer wel is? Of komt dat nee, niet? Nee, bijna nooit. Nee, nou, dat is heel erg afgeschermd. Nou ja, laten we dan maar voor een zekerheidje gaan. Maar ik ga toch gewoon een beetje hard en dan kijken waar die eindigt. Gewoon kijken waar die eindigt. Zo. Nou, ik hoop niet dat iemand zijn telefoon heeft laten liggen, want dan is het nu kapot. Dat is helemaal niet verkeerd, hoor. Nou, we eindigen bij elkaar. Goed gedaan. Ik zou eerlijk gewonnen. Zou je alsjeblieft jouw laatste bal even schieten? Ik ga het wel proberen. Ja, ik ga het wel proberen. Nou! Ja, eerlijk is eerlijk. Fantastische bal, zeg. Dan had ik hem ook gehad. Hey Nathan, dit is dus de plek waar jij altijd na een wedstrijd zit en voor een wedstrijd. Is dit een hele belangrijke plek voor je? Ja, zeker een belangrijke plek. Want zolang je in dit kleedlokaal bent, ja, ben je onderdeel van het eerste elftal. Dus ja, dat blijft altijd wel bijzonder. Omdat we hier ook trainen, is het natuurlijk een beetje een huiskamer voor ons geworden. Dat is natuurlijk wel anders dan dat je ergens anders zou spelen of trainen. Maar ik moet zeggen dat ook als je hebt het natuurlijk gezien in de kleedkamer, het is een hartstikke mooie kleedkamer. Ja, ben ik nog steeds hartstikke trots dat ik elke dag hier mijn badtasje mag neerzetten. Ja, en ik ben ook heel erg trots dat ik een aflevering met jou mag maken. Daar wil ik je heel erg voor bedanken. Graag gedaan. Ik vond het echt superleuk om je te leren kennen. Ik had natuurlijk wel heel veel gezien op beeld. Ja. Maar ik had gehoopt dat je hetzelfde was, maar het is ook bevestigd. Dus echt heel leuk. Ja. Voor de kijker thuis, heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet te abonneren op mijn kanaal. En laat even een blauw duimpje achter. En dan zie ik jullie hopelijk bij de volgende aflevering van Hier Dit Voetballen. Doei doei! Hoi hoi!